In Bergloven, goeie zondag. Eerst enkele mededelingen. Vandaag de derde zondag na Pasen. Maandag de heilige Cletus en Marcellinus, Paulsen en Matelaar. Dinsdag de heilige Petrus Canisius, beleider en kerkleraar. Woensdag de heilige Paulus van het Kruis, beleider. Op bepaalde plaatsen heilige Louis-Marie Grignon de Montfort. Donderdag de heilige Petrus van Verona, martelaar. Vrijdag de heilige Catharina van Siena, maagd. Komende zaterdag het feest van Sint-Jozef, arbeider. We komen in de maand mei terecht, dus een maand toegewijd aan onze lieve vrouw. En de komende zondag, de vierde zondag na Pasen. Ik vraag een gebed voor het miscentrum, Franstalig, want dat is nog niet afgerond, dus we zijn nog in onderhandelingen, dus dat het goed zou aflopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Ik ben gelovig in het evangelie van vandaag, zegt Jezus dat het een korte tijd is dat ze hem niet zullen zien, en dan weer een korte tijd dat ze hem terug zullen zien. Het gaat natuurlijk over een zeer concrete gebeurtenis. Namelijk, ze gaan hem niet meer zien, dat betekent hij gaat sterven. Want deze toespraak wordt gehouden op Witte Donderdag, bij het laatste avondmaal. Een lange toespraak die hij houdt, dat is een soort testament. Een korte tijd, je zult me niet meer zien, dus hij gaat sterven. En een korte tijd, je zult me zien. En je zult droevig zijn als je hem niet meer ziet. De wereld zal zich verblijden. Dat wil zeggen, de fariseeën en de sadduceeën, die gaan zich verblijden. Maar nadien, als je mij terugziet, zult je u verblijden. En dan zal niemand uw blijdschap kunnen afnemen. Want ik ga naar de Vader. Ja, als je sterft natuurlijk, gaat je naar God. Maar hij is al God. Maar hij spreekt dan op dat moment als mens. Maar dit gaat veel verder dan dat. De kerkvaders leggen uit dat Jezus daar veel meer mee bedoelt. Het is bijna een algemeen principe. Dus dat komt verschillende keren voor. Een korte tijd en we zien hem niet meer. En een korte tijd we zullen hem terugzien. Voor de apostel was dat dat hij dus ten hemel zou gaan. Hemelvaart. Je zult me niet meer zien. En een korte tijd je zult me zien, dat betekent bij hun dood gaan ze hem terugzien. Ze gaan allemaal het martelaarschap sterven op een gegeven moment. Dus trouwens, iedereen moet sterven. Voor ons is dat ook zo. Een korte tijd en we zien hem niet, dus dat we Jezus niet zien, dat is een korte tijd. Dat betekent, wat is ons leven in vergelijking met de eeuwigheid? Dat is een korte tijd. En dan een korte tijd, nadien zien we hem, dat betekent dat we hem gaan zien bij het oordeel, bij onze dood ook. Het is hopen dat we dan voor eeuwig bij hem zijn. En dat is dus een algemeen principe, dus... Als Jezus afwezig is, lijden we. Je zult droevig zijn als je mij niet hebt. Zoals wij nu in het kruis zitten. We hebben het dagelijks kruis. We hebben een tijd van beproeving. Dit leven op aarde is een tijd van beproeving. En daarna komt de vreugde. Hij maakt een vergelijking met een vrouw die gaat baren. Op het moment dat ze baart, heeft ze pijn. En dat kan erg pijn doen waarschijnlijk. Want Jezus zegt ook, in smarten zult je kinderen baren. Dat is een straf voor de erfzonde. Maar eens dat kind er is, is de vrouw... vlug haar smarten vergeten, omdat ze zo blij is dat ze een kindje heeft ter wereld gebracht. Hij maakt die vergelijking. En dat betekent verschillende dingen. Het is heel diep, deze uitspraak van Jezus. De kortheid van het leven. Een weinig tijd en je ziet mij niet. Korte tijd. Wij kunnen daar veel uithalen uit de kortheid van het leven. Dat betekent dat we, als het leven zo kort is in vergelijking met de eeuwigheid, en sommige mensen leven niet lang, wat is nu ook 70 of 80 of 90 jaar, dat is ook vlug om, eigenlijk, in vergelijking met onze ziel, wij zijn eigenlijk vanaf onze conceptie eeuwige wezens. Letterlijk, eeuwige wezens.
Vanaf onze conceptie sterven we niet meer. Onze ziel sterft tenminste niet meer. Ons lichaam wel, maar wij zijn van als we verwekt zijn, sterven we niet meer. Dus we zijn eeuwige wezens. Dus wij kunnen mediteren over de kortheid van het leven ten eerste als een motief om geduld te hebben in de tegenkantingen. Want het leven is eigenlijk een voortdurende strijd. En als we die strijd niet strijden, dan wordt het nog erger. Want dan worden we meegesleurd door het kwaad. En dan is het einde onvoorzienbaar. Dus zijn we verplicht om te strijden. En dat is een goede zaak, want daardoor bewijzen we dat we God beminnen. En als we kunnen bewijzen dat we God beminnen, dan verdienen we de hemel. Dat is juist de bedoeling. Dat wij trouw blijven in de beproevingen. Het leven is hier een strijd. De kerk spreekt van het aardse tranendal. In het Salve Regina, Lacrimarum Valle. En waar gaan we de kracht vinden en het geduld om zoveel tegenkantingen te verdragen? Wel, als je een groot geloof hebt en een echte liefde voor God, dan, zoals met de heiligen, dan die verheugden zich erop dat ze mochten lijden. Zoals de apostelen verheugden zich dat ze worden, dat we gegeeseld voor de naam van Jezus. En dat ze een mooie kroon zouden krijgen in de hemel. Maar dat waren natuurlijk, en het zijn heiligen, en die zijn niet zo talrijk, spijtig genoeg. Terwijl iedereen toch voor de heiligheid geroepen is. Maar voor degenen die niet zoveel verdrukt hebben als de heiligen, eigenlijk een beetje onder de maat zitten, dan is het nog interessant, dus als een aansporing voor geduld. Geduld dat het lijden, alle tegenkanting van het leven, ooit een einde zullen hebben. En hoe ouder we worden, hoe dichterbij het komt. Het zal niet lang niet meer duren. Dus wat is nu 10 jaar, wat is nu 20 jaar, wat is nu 30 jaar? Dat gaat vlug voorbij. Wel, het is zoals een beetje een gevangene of een bandeling. Die weet dat het niet lang niet meer zal duren en hij neemt moed. Hij pakt moed omdat hij al het einde ziet van zijn ballingschap. Dus de hoop doet leven. En hoop geeft ook geluk. Dat is een geluk dat wij zullen weten dat wij zullen bevrijd worden. En dat als we alles verdragen hebben met geduld, dat we bovendien ook verdienen. Dat we dat moeten verdienen. Dus inderdaad, dat is het volgende punt. Dat wij vooral moeten denken aan de verdiensten, aan het waarom dat God het toegelaten heeft. Heeft het niet veroorzaakt, God het lijden, want wat hij God veroorzaakt, dat is een aardsparadijs en een hemelsparadijs. En al wat het lijden komt van de mensen en de engelen, die hun vrije wil misbruikt hebben. En dan natuurlijk de gerechtigheid die haar werk doet. De rechtvaardigheid heeft haar eisen, maar het was op voorhand gezegd zo. Dus De gedachte dat al het lijden, dat er dan toch is, dat we niet kunnen vermijden, eens dat de mens gezondigd heeft, dat verdienst niet alleen dat dat vlug voorbij is, maar dat dat bovendien verdienstelijk is. Dat we daardoor eigenlijk de hemel verdienen. En dat het een korte tijd is. Die beproeving is maar een korte tijd in vergelijking met de beloning. De beloning is eeuwig en is een goddelijke beloning. Dus dat is totaal gedisproportioneerd. Die beloning is eindeloos veel groter dan de inspanning die wij doen. Die inspanning doen is beperkt, want wij stellen voor het ogenblik, we hebben nog geen martelaarschap te verduren en we hebben het tamelijk goed nog. We hebben nog eten, drinken en een bepaalde gezondheid enzovoort. Dus in het Engels zeggen ze count your blessings. Tel uw zegeningen. Als je te lijden hebt en je hebt tegenslag, kijk, tel dan nog het goede dat je hebt in het leven. Kijk daar eens naar en dank God ervoor. Dat is nog ontelbaar. We denken er niet aan. We beseffen pas dat we iets missen. We beseffen maar de waarde van iets als we het niet meer hebben. We gaan de gezondheid pas echt waarderen als we ziek zijn. Dan zeggen we, sorry, dat is toch wel. Of als we een oog niet meer hebben. Dan gaan we pas waarderen wat het zicht is, of het gehoor, of enzovoort. Zoveel dingen. Dus we hebben nog ontelbare zegeningen. Dus zo moeilijk hebben we het u ook weer niet. Jezus zegt, als je het kruis aanvaardt, wordt juk licht. Licht is mijn juk om dragen.
Dus zo zwaar het kruis ook weer niet. Als we het met Jezus dragen, dan krijgen we de genade om het te dragen. Dus in onze ziekten, in al onze tegenslagen, moed en christelijke hoop. Wanneer voor een stervende en degene die hem beminnen, de perspectief, het vooruitzicht pijnlijk is, nog een kleine tijd en we zien hem niet meer, dan is de andere woord van Jezus troostend, en nog een korte tijd en je zult elkaar terugzien. Dat is juist de troost die we hebben bij het overlijden, want dat is wel het ergste kwaad dat we kunnen meemaken, dat is een overlijden. Wel, daar is ook de grote troost van we zullen elkaar terugzien. En dan voor eeuwig, niet voor een korte tijd, maar dan zal wel het eeuwig zijn. Dus de beproeving is kort, maar de beloning is eeuwig, is eindeloos lang. Eindeloos lang. Ongelooflijk lang. Dus wat een goedheid van God nog, dat ondanks de zonde, dat hij nog zoiets organiseert, dat het goede eindeloos is en de kwaal die we onderlijden zijn maar beperkt, hè, en voorbijgaans. En het is een motief om onthecht te zijn aan de dingen. Want we moeten ze toch achterlaten. Binnen een korte tijd moeten we alles achterlaten. Wat moeten we achterlaten? Alles wat niet onze ziel is, ons verstand, geheugen en wil en wat we gedaan hebben. Dat nemen we mee. Die vijf dingen. Onze ziel, met verstand, geheugen en wil en wat we gedaan hebben. En al de rest moeten we achterlaten. Al de rest, zelfs ons eigen lichaam. Dus er is toch wel een motief om daar niet aan gehecht te zijn, al die dingen, die niet die vijf dingen zijn. Dus wij moeten ons concentreren op die vijf dingen. Op onze ziel, dat we vooral met onze ziel bekommerd zijn. Ons verstand, dat betekent, ons verstand is gemaakt voor het gezond verstand en het geloof. Ons geheugen, dat wij ons herinneren, de goedheden van God en zijn beloften. Dat wij goed onze catechismus onthouden, de geboden van God, dat we niet vergeten waar we eigenlijk op aarde zijn, aan het doen zijn, waarvoor we hier zijn. Dat we dat goed telkens voor ogen houden, dat we niet vergeten waar we eigenlijk mee bezig zijn of zouden moeten zijn. En dan onze wil, dat is nog het belangrijkste. Dat wij alles voor het goede kiezen en het kwade laten. Want dan krijgen we het vijfde, wat we gedaan hebben, dat nemen we ook mee. Het goede dat we gedaan hebben en het kwade dat we niet gedaan hebben. Dat verdient onze hemel. Als we dan het goede niet gedaan hebben en het kwade gedaan hebben, ja, dat is een negativiteit in de balans. Dat nemen we allemaal mee. En dat zijn de vijf dingen die we meenemen. En daar moeten we ons dus mee bezighouden. En al de rest is voorbijgaand. Dat gaat weg. Korte tijd en het is weg. En korte tijd en dit komt. De eeuwigheid. Jezus komt terug. Daar zouden we echt ernstig voor ogen moeten houden. Dus dat is buitengewoon. Hè? Dus dat kortheid van dit leven, dat is een buitengewoon motief om niet gehecht te zijn aan wat voorbijgaand is. Allee, kom. Gaat je nu installeren in een station? Je gaat je installeren in een huis waar je definitief gaat in wonen. Dat gaat je installeren. Maar toch niet in een station. Je gaat toch nog geen kosten doen om daar je te installeren en een goede fauteuil zetten en dingen van alles. En binnen twee minuten is de trein en moet je alles achterlaten. Dat doet toch niemand? Dat doet toch niemand? Dus wij moeten ons niet installeren in dit leven, maar in het echte leven. Wat altijd zal duren. Daar moeten we ons zien dat we daar ons goed installeren. Dat we daar een goed huis hebben met comfort en alles enzovoort. Dat wil zeggen de hemel. Zie dat je in de hemel een goede plaats hebt. Hè? Daar moeten we ons installeren. Ja, dus vele voorbeelden van heiligen. Hè? Zoals de heilige Thomas More. Die toen hij dus veroordeeld werd door Hendrik de VIII, zegt zijn vrouw, ja maar alleen kom. Geef dan een beetje toe aan de koning, hè, en dan kunnen we nog in geluk leven. Ja, maar zegt hij, vrouw, voor hoeveel tijd gaan we dan nog leven? Hè? Ik heb al zeker, dan misschien nog 20 jaar gaan we dan leven. Hè? En dan zegt hij, wilt gij dat ik voor 20 jaar een leven, dat nog altijd zijn kruis zal hebben, hè, en dus een, is dat voor een gelukkig leven, met bijvoorbeeld een bezwaard geweten? Want ik ga een doodzonde doen. Ik ga moeten een echtscheiding goedkeuren. Van een christelijk huwelijk. Hè? En dan ga ik dus mijn ganse eeuwigheid, mijn ganse eeuwig geluk daarvoor op spel zetten. Dat is toch waanzin. Hè? Dus wat betekent deze 20 jaar van bedriegelijk geluk? Hè? Als dat me
veroordeeld om eeuwig ongelukkig te zijn in lijden en in kwellingen. Dat is toch waanzin zoiets. Thomas More. Het is dus ook een motief, het feit dat het een modicum is. Dus modicum, nog een korte tijd. Je zult mij niet meer zien, een korte tijd, je zult mij zien. Een korte tijd van dit leven. Is ook een motief om inderdaad goed te doen. In welke situatie we ook zijn. Dit leven is ons niet gegeven om verspild te worden. Maar om goed te doen. Om onze ziel te kopen, bij wijze van spreken, af te kopen van een duivel. Jezus heeft de prijs betaald. En om onze ziel te redden. We zijn op aarde voor geen ander doel. Dus, je moet niet zeggen, ik heb nog tijd. Als men jong is, zegt men, ik ben te jong, hè, ik moet van het leven profiteren. Hè. En als men volwassen is, zegt ja, maar ik moet mijn carrière uitbouwen, ik ben mijn vrouw, kinderen en van alles, ik moet van alles doen, ik ben te druk. Hè. En als men oud is, ja, maar nu is het te laat. Ja. Dus er is nooit de tijd om God te dienen. Maar het is altijd de tijd om God te dienen. Het is juist omgekeerd. Altijd moet men God dienen. Dus er is een duivel die zegt, je bent te jong, je bent te druk, je bent te oud. Ja. Dat betekent, ga maar naar de hel, jongen. Dus dat is gewoon... we zijn maar nooit te jong om God te dienen en nooit te oud. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Een late bekering kan nog heilig worden. Dus kijk eens naar de moordenaar, de goede moordenaar. Op het laatste minuten heeft hij nog de hemel verdiend. Vandaag nog zult je in de hemel zijn. Dus op korte tijd heeft hij de hemel verdiend. Dus het is niet de kwantiteit die telt van hoe lang en hoeveel. Maar van de intensiteit van hoeveel liefde was er. Ja, van de hoeveelheid liefde wel. De kwaliteit van de liefde voor God. Wat hebben we ervoor over gehad? En ook als je jong bent, je hebt nog lange jaren te leven. Wie zegt dat? Ik hoop het voor u, van harte. Maar wie zegt dat? Er is geen garantie. En als je... Ja, En als je wat ouder bent, dan weten we hoe lang dat het nog zal duren. Hè. Het leven is als een wind, als een droom die voorbij is gegaan. Hè. Zo vlug. Hè. Het is precies of ze pas uit onze puberteit zijn en we zijn al gepensioneerd. Zo vlug gaat dat. Lieve gelovigen, wij moeten een verlangen hebben naar God te gaan. Een verlangen hebben naar het geluk. En al die tegenslagen van het leven, die moeten we gewoon bijnemen. Die zijn heel nuttig. Die leren ons van alles. Hè. Die beproeven ons. En die geven ons de kans om iets te bewijzen voor God. En die zuiveren ons. En die zijn dus nuttig eigenlijk, als we ze weten te gebruiken. De wereld die verheugt zich, zegt Jezus. De wereld zal zich verheugen als ik er niet ben. Ik ben weg. Hè. De wereld verheugt zich, die gaat plezier maken. Die denkt aan plezier, aan genot, aan het aardse geluk. Hè. Die probeert zich te installeren. Hè. Die verheugt zich. Maar wat verwacht... Het gaat vlug voorbij. En wat verwachten ze? Wat hebben ze te verwachten? Een zware veroordeling. Dus die barre gelovigen, laat ons deze... kortheid van dit leven bemediteren, hè? Want het is zeer nuttig en heilzaam voor ons. Dat als we iets te lijden hebben, dat het voorbij is. Vlug voorbij zal zijn. De moment dat we zal zeggen is, die moment dat we zeggen, is al voorbij. Voortdurend gaat de tijd voorbij. Het is als een stroom die voortdurend gaat. Het moment dat je het lijden hebt aanvaard, dan is het al voorbij eigenlijk al, dat moment. Dus het is al een verdienste die je hebt in de hemel. Alles gaat eigenlijk vlug. Dus we hebben een kleine tijd, en dat is niet gemaakt om te genieten van, alleen maar te genieten uitsluitend van de gezondheid, van de rijkdom die we hebben, van de eer. Hè. Laat ons daar niet ons daardoor misleiden. Houden we onze hart vrij en gesteld om ieder offer dat God vraagt te aanvaarden, van harte te aanvaarden. Want zonder offer gaat het niets. God vraagt offers. Hij heeft zijn eigen zoon. Kijk eens wat hij van zijn eigen zoon gevraagd heeft, welk een offer. God vraagt offers.
maar het is een moeite waard. God is op aarde neergekomen om dat kruis zo te ondergaan. Dus het heeft een goddelijke waarde. En nog een beetje tijd en we mogen de kroon ontvangen. Dus laat ons haasten om goed te doen en kwade te laten en daar het beste van te maken. Opdat de dood ons niet zou overvallen, hè? Plots, onverwacht. Hè? En dat wij dus gelukkig zouden leven, want een gelukkige geweten is al een voorsmaak van de hemel op aarde. De geduid van een gelukkig geweten. Vragen we aan onze lieve vrouw om profijt te trekken van deze meditatie van de kortheid van ons leven. Hè? Om niet op te zien tegen de moeilijkheden van elke dag. Want het is elke dag er geen dag uit dat we het eeuwigheid moeten verdienen. Maar iedere dag die weer voorbij is, is voorbij. En iedere dag die voorbij is, dan komt Jezus dichterbij. Dan komt de hemel dichterbij, weer een dag dichterbij. Ja. En laat ons die korte van het leven, dat eigenlijk een oorzaak is van droefheid, we moeten sterven. Laat ons dat veranderen in een soort moed te krijgen. Dat het maar kort is dat we die proef moeten afleggen, dat dan het echte leven begint. Vraag ons, lieve vrouw, die genade om die kort van het leven in te zien en dus onthecht te blijven van alle schepselen en ons bezig te houden met wat we echt nodig hebben om gelukkig te worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.